Ontevredenheid bij de supporters van FC Dordrecht. Daarom heeft de club aangegeven graag met de supporters in gesprek te willen. Dat gesprek gaat binnen een week plaatsvinden met een aantal supporters, de Raad van Commissarissen en de club zelf. Volgens supporter Bart Bezemer is de tijd van praten echter voorbij. Hij ziet daarom algemeen directeur Hans de Zeeuw zo snel mogelijk vertrekken. En dan kan dat gewoon op een nette manier. Hij kan netjes zijn kantoor morgen op gaan ruimen. En dan kan er maandag nieuwe mensen aan de slag. En die zijn er gewoon. En er zijn ook toezeggingen voor gedaan. Dus dit moet gewoon gebeuren, punt. Anders gaat die club echt naar de kloten. Is het niet volgend jaar, dan is het over 3 jaar. Want hij roept al jaren dat hij op zal stappen. Dat hij het alleen maar voor de club doet. Hij heeft nu de kans. Zijn spullen te pakken en op te stappen. En niet zoals hij gisteren opeens reageert: ik blijf nog 10 jaar zitten. Niemand meer zit nog op Hans de Zeeuw te wachten. Punt. Maar hij blijft. Nou, hij blijft niet. Hij heeft nu toch de kans om netjes weg te gaan. Waar is dat op gebaseerd? Want zolang de leiding nu op een plek blijft, dan verandert toch eigenlijk niks? Op dit moment is de leiding alleen Hans de Zeeuw zelf. En Hans heeft morgen de tijd om netjes zijn kantoor op te ruimen. En daarna kan er een interim voorzitter en een interim technisch directeur komen. Waardoor we gewoon weer mooi Dordts beleid kunnen voeren hier. Dat de sponsoren weer massaal terugkomen. Dordtse bedrijven die hier altijd zaten in de businessclub. We hoeven geen eerste te worden. We hoeven ook niet te promoveren. We hoeven ook niet elk jaar na competitie te spelen. Maar Dordt moet gewoon voor Dordtenaren zijn. En ja, dat gaan we nu gewoon regelen. Het is nog onduidelijk hoeveel supporters het met Bezemer eens zijn. Omdat ook veel van hen onderling van mening verschillen. De supportersvereniging is namelijk ook ontevreden. Maar gebruikt mildere standpunten en bewoordingen dan Bezemer. De club blijft er rustig onder en laat in een statement weten de teleurstelling te begrijpen. We wachten dus op de uitkomst van het gesprek tussen de club, de Raad van Commissarissen en een deel van de supporters.